programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen. Voor wooncomfort moet u zijn op de Markt 29 in Boksel. Joosten Glas en Schilderwerken. Joosten kunt u vinden aan de Van Merheimstraat in Boksel. Kalman Media Producties en Koppenbouwgroep Liemde. Goedenavond. Vanavond loopt er door Dommeland Live een rode draad. Een rode draad over een nominatie of het winnen van een award. Op 6 november werd hier in Boksel zelfs een award uitgereikt. Wij praten met Leonie Smit en met Manny Landman, die beide de award gewonnen hebben. Straks horen we daar meer over. Dan praten we weer eens met Lars verder, Lars Jennissen. Lars heeft een aantal jaar geleden een film gemaakt waarbij hij waarschijnlijk volgens mij als eerste keer als acteur optrad. De film Alles Mag. We gaan straks nog wat nieuwe beelden daarvan zien. En dan praten we met Kim Troeien. Kim als advocaat werkzaam in Boksel, maar heeft een hobby als autocoureur. Hoe gaat dat samen? En op het scherpst van de snede strijdt zij in de advocatuur, maar ook op het racecircuit. Het is vandaag 11 november. Welkom bij Dommeland Live. Lars, ik wil eigenlijk heel graag met jou beginnen. Is goed. Ja? De film Alles Mag. Heeft dat voor jou toen de tijd veel veranderd? Want je bent in mei 2013 hier geweest, hè? Ja, toen waren de opnames voor de film. Ja. Toen is de film uitgekomen. Ja. In december 2013. Rond de kerst, hè? Ja. Feestdagen? Ja, nieuwjaar is hij oudjaarsdag is hij uitgezonden op ZEP. En toen veranderde jouw wereld? Ja, van tevoren was het eigenlijk meer, want iedereen in het dorp die wist al dat ik in een film zou spelen. Dus toen was het iedere keer als je dan in de supermarkt kwam. Hey, filmster, hoe is het met jou? Ja, dus ja, dat was leuk. Maar soms was het ook wel een beetje irritant. Ja, het kan nooit altijd alleen maar leuk zijn, hè? Ja. Ja. Heb je de film zelf nog teruggekeken? Ja, sowieso wel bij de première, daar lieten ze hem zien. Ben je over de rode loper gegaan? Ja. En daarna nog een keer bij het Nederlands Filmfestival heb ik er nog een keer gekeken. En ja, thuis. Oké. Okay. Ja, en naast Lars, die vergat ik net helemaal voor te stellen, zit de papa van Lars, Wim Jennissen. Hoe voelt dat bij jullie in het gezin, Wim, met zo'n toch wel aanstormd talent als acteur? Ja, dat is wel heel speciaal. Het was ook helemaal zijn eigen idee om ze daarin te laten schrijven bij een castingbureau. Hij vroeg of dat je dat mocht. Ja, dat mocht natuurlijk. En als je dan uitgekozen wordt om daar dan zijn auditie te doen, dan denk je, nou, we gaan op auditie en dan dat is in een keer en dan rijden we naar huis en dan hebben we een keer auditie gedaan. Maar ja, dan worden ze toch teruggevraagd en uiteindelijk krijgt hij de rol. Nou, en dan beginnen de opnames. Daar zijn we toch volgens mij een dag of 7 mee bezig geweest. Dus dat veranderde eigenlijk al best veel, want dan komt het toch in een hele andere wereld terecht als wij er eigenlijk normaal in zitten. En dan op een gegeven moment dan is de première. Moesten we naar het Ei in Amsterdam. Dus je bent met het hele gezin gegaan toen? Ja, ja. Met het hele gezin. En dan waren ze nog van... oma, die waren er nog bij. Ja, en de andere spelers natuurlijk allemaal. En van de carnavalsclub het Sint-Oederode, want die hadden, die hadden ook allemaal meegedaan. Ja, en dan zit er in het Ei, dat is een heel groot scherm. Ja, ik ben wel een bioscoopscherm gewend natuurlijk, maar dat was toch nog wel een paar maatjes groot. Ja. En dan zie je hem daar, want ik had er van tevoren echt nog helemaal niks van gezien. Want de opnames, de mag daar eigenlijk nooit bij zijn. Daar hadden wij ook echt niks van gezien. Nee. Maar dat leidt hem natuurlijk ook alleen maar af dan. Ja. 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 Ja.
Want je had bij de opnames had je wel andere begeleiding, Lars, toch? Ja, daar. Want hoe oud ben je nu? Ik ben nu 13. Oké. Nou, moet je kijken. Ja. Dan is het toch wel fijn als er gewoon iemand zo'n beetje met je meeloopt en vertelt hoe en wat en waar. Ja, er was de kinderburgerleidster en die ging dan iedere keer als we dan een scène op gingen nemen, dan ging ze eerst die scène voorlezen. En dan gingen we naar de regisseur en die zei wat je dan moest doen. Ja. Ja. Nou zei ik net al in mijn introotje van, we praten nu met mensen die of genomineerd zijn voor een award of een award hebben gewonnen. Maar dat gaat met die film van jou, Alles Mag, gaat het natuurlijk ook als een tierenlier, hè? Ja. We zijn nu zijn we genomineerd voor de Emmys en die zijn in februari. We hebben gewonnen in Cinekit, zijn genomineerd geweest voor het Gouden Kalf, prijzen gewonnen in het Nationaal Filmfestival van Toronto, in het Filmfestival van Tokio en van Oberhausen. Holy mups. Nou, daar zitten wij dan. Ja! En dan hebben we de nominaties nog niet eens van waar we niet gewonnen hebben. Nee. Hey, maar je loopt nog steeds niet naast je schoenen? Nee. Nee. Nee, daar merk je ook niet zoveel van. Je ziet op Facebook, zie je het voorbij komen en dan is het... Toen we voor de eerste keer gewonnen hadden, dat was in Toronto, toen hadden we wel een feestje in Amsterdam. Maar ja, dat was een klein feestje, een borreltje. Maar... Een borreltje, zegt meneer van 13 jaar. Ik had cola. Ja, en voor de rest heb ik er niet echt heel veel voor gemerkt. Ik ben wel naar het Gouden Kalf geweest en naar Cinekit. Ja, en dat was echt gewoon heel leuk. Ja. Hey, maar nu de Emmy. Ja. Dat is natuurlijk wel super speciaal, want als je hoort dat mensen een Emmy winnen, nou, ik, een van de grotere mannen van RTL, Huppel de Pup, die winnen dat soort dingen. En dan komt Lars Jennissen hier uit Brabant ook eens even voorbij wandelen. Dat is toch super speciaal? Ja. Mag je met de Emmys mee naar Amerika? Ja. Wauw. Alleen of met papa en mama? Ja, dan zal ik wel. Ik denk ook dat ik de sponsor zou moeten zijn van het geheel. Dus ja. Maar daar willen we eigenlijk wel naartoe gaan, ja. En dan winnen een Emmy. Maar de Emmy is natuurlijk wel voor de film, hè. Want het is... kijk, je moet een speler hebben die het doet. Maar je moet natuurlijk een goede scenario schrijver hebben. Voor de regisseur is het ook heel belangrijk natuurlijk dat je een prijs wint met die film. Want dat is gewoon... Er was van tevoren ook wel gezegd, van als de film klaar is, dan gaat hij wel proberen hem wel overal op festivals te krijgen. Ja. Voor hun natuurlijk ook. Voor korte films is het meestal dat ze gewoon festivals afgaan. En ja, we hebben wel 4 keer zijn we op ZEP geweest, maar ja, het is meer voor de festivals. Ja. Ja, dat is natuurlijk nog knap. Maar goed, jij zegt dat terecht, Wim, maar je doet het met z'n allen. Logisch natuurlijk. Maar het feit dat je uitgenodigd wordt en daar dan inderdaad gewoon aanwezig kan zijn en dat helemaal mee kan maken, want volgens mij is het me dat nogal niet wat. Ja. Ja, met de Gouden Kalf, dat was wel... Dat was echt heel speciaal. Ja? Ja. Heb jij een favoriete Nederlandse filmacteur of actrice? Nee. Nee. Nee, ook geen buitenlandse of...? Nee, maar... Ja, ik vind Humberto Tan, die vind ik wel een leuk presentator. Oké. Ja. Want zou dat een vervolg voor jou kunnen zijn? Lijkt me wel leuk om te presenteren. Oké. Hey, en hebben ze jou al gevraagd voor andere rollen? Nee, jammer genoeg niet, maar dat lijkt me zo leuk om weer een keer in een film te spelen. Ja. Zullen we nog eens gaan kijken naar een stukje van Alles Mag? Is goed. Ja? Goed. Camera aan.
Ja, Lars, leuk om die beelden weer terug te zien. Ja. Ja. We hadden het net aan tafel erover. Je hebt natuurlijk nog een zusje. Voelt hij zich af en toe een beetje achtergesteld? Of? Volgens mij niet. Nee? Nee. Ik kijk papa Wim ook even aan. Nee, want het lijkt natuurlijk wel... dat iedere keer over die film gaat. Maar dus opnames is in mei of juni is hij geweest. Nou, dan is het tot kerstmis is stil. En uiteindelijk komt die film uit. En dat is iedere keer wel even volop de aandacht natuurlijk. Maar ja, de pauzes ertussen zijn langer als... Ja, en zij doet lekker haar eigen ding. Ja. Ze is van de week geselecteerd voor de KNVB voor een, hoe noemen ze nou ook weer, Lars? Voor een proef... Proeftraining. Ach, nou dus kijk eens. Dat is ook hartstikke leuk voor haar. Nou, dat is zeker super leuk. Ja. Hey, Lars, ik zat net nog eens na te denken. Hè. In Toronto werd die film vertoond en in Tokio. Hoe doen ze dat qua taal? Wordt het dan nagesproken of ondertiteld? Of? In Tokio is hij gewoon ondertiteld. En in Toronto is hij ondertiteld en in Tokio daar gingen ze hem nachroniseren, synchroniseren. Dan hoor je in één keer dus een Lars Japans praten. Ja, wij hadden volgens mij 9 acteurs in de film en er kwamen dus ook gewoon 9 acteurs, zaten daar op het podium en die gingen dan zo naspreken. Prachtig. Ja, ja. Hey, en je bent nu 13. Heb jij al plannen over vervolgopleidingen? Nee, nog niet. Nee? Nee. Je bent hier natuurlijk heel leuk ingerold, hè? Maar zou je het leuk vinden om filmacademie te gaan doen of verder te gaan met acteren? Ja, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Het lijkt me wel leuk om weer een keer in een film te spelen, maar ik denk dat de toneelacademie niet echt iets voor mij is. Nee, waarom niet? Ik weet niet. Je wilt gewoon in de film spelen en verder geen nieuwe leren. Ja, je wil gewoon van alles meemaken, dat kan natuurlijk ook. Ja. Hij is nog zo jong. Ja. Ik denk ook wel dat ik het, als je voor zo'n rol, je hebt het of je hebt het niet. Je zult er wel veel aan kunnen leren, maar ik denk dat je ook veel van de wijken moet hebben. Dus ja. 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 Wie weet. Het was natuurlijk best wel spannend, hè? Want je had een rol, toch een jonge, een jaar of 12. En wat jij in de film doet, is toch eigenlijk niet iets wat meerdere jongens heel snel zullen doen, hè? Nee, ik zou het zelf ook niet... Vond je dat moeilijk? Hoe bedoel je? Om het aan te leren? Om het te spelen, zeg maar. Hè? Omdat je het zelf niet doet, is het niet je natuurlijke gedrag. Nee, maar het is niet echt... Het was niet moeilijk. Nee? Nee. Nee. Ja, maar ze bedoelt ook of dat jij er moeite mee had om die rol te spelen van... Dat je meer een meisjesding moest doen eigenlijk. Ik vond het niet... Ik vond het echt niet leuk om te dansen, nee. Nee? Nee. Maar trommelen, daar kwam er ook in voor. Maar daar kon ik ook helemaal niks van. Maar een stokje gooien, dat ging wel goed, hè? Ja, maar ik vond het niet leuk. Ja, het ging wel, maar ik vond het niet leuk. Wat vond je het allerleukste in de film? Gewoon het opnemen zelf is gewoon heel leuk en een hele ervaring. Maar ik zou niet kunnen zeggen waar nou het leukste was. Nee. Er zijn zoveel leuke scènes. Mm-hmm. Dat je in een bak met water moest ik zo duiken. Dat was ook heel leuk. En gewoon alles eromheen is ook gewoon leuk. Dat je zo, ik mocht naar het AI en Cinekit, daar zou je anders ook nooit komen. En naar het Gouden Kalf, daar komt echt bijna niemand. Daar kom je volgens mij niet eens in als bezoeker. Nee, daar moet je echt voor uitgenodigd worden. Ja. Ja, ja. Hey, en je vader is degene die altijd meegaat of wisselt hij ook wel eens af dat je moeder meegaat? Ja, meestal gaat mijn zusje, mijn moeder en papa mee. Oh, maak gewoon een familie uit je van, hè? Ja. Dat is denk ik heel erg slim om te doen. En dan blijf ik gewoon daar en dan gaan hun ergens eten of zo. Of komen naar de rand eventjes nog op het feestje. Ja. En die zit echt zo te kijken van... Ja, ik vind hem heel natuurlijk erin. En hij gaat er heel gewoon en gezellig mee om. En dan komen zij ook even op het feestje. Ja. Dat vind ik echt heel bijzonder. Want jij hebt ook moeten leren marionet spelen, volgens mij. Hè? Lijkt me ook heel moeilijk om te doen. Ja, ik had een uurtje les en toen... Ja, het was niet echt zo... Het moest ook gaan over een jongen die pas een paar maanden erop zat. En dan moest het ook niet zo zijn. Het moest er wel dorps uitzien. Dus dat het niet helemaal strak was...
Ik kwam daar ook bij die les dan, had ik 2 keer gehad. En bij de eerste keer toen zeiden ze van, nou ja, we hadden de dansje hadden we er helemaal strak in zitten en alles ging precies gelijk. En dan zegt de regisseur, kan het niet dat er af en toe iets valt of zo? Dus ja, het hoeft ook niet echt, perfect of zo. Nee. Ik zou het wel heel leuk vinden. Stel dat je die Emmy nou wint, kom je dan nog een keertje bij ons terug? Ja. Oké, okay, ja, deal. Ja. Hey, heel veel succes. Dank je. En ik zou zeggen, maak heel veel foto's, maak filmpjes, zodat we in ieder geval dan ook leuk beeldmateriaal hebben vandaar. Oh, ja. Ja. Hey, dat zou natuurlijk super zijn. En nou, ik zie je heel graag weer een keer terug, Lars. Dank je wel. Alsjeblieft. Ja. Ik ga naar de 3 dames op de bank. En dan begin ik heel graag met Kim. Ik ga toch nog eventjes een stukje intro vertellen, want ik werd daar eventjes in afgeleid doordat er hier iets met de camera gebeurde. Maar ik had zo'n mooie tekst voor jou van in de advocatuur en als je aan het racen bent, dan doe jij dat op het scherpst van de snede. Ja. Ik vond het zo mooi klinken. Ik heb jou eventjes gesproken aan de telefoon. Ik heb wat film en wat beeldmateriaal van jou gezien. En dan ben jij zo gedreven. Hoe is dat gekomen? Die gedrevenheid? Geen idee. Dat zit er gewoon een beetje in, denk ik. Misschien erfelijk, geen idee. Mm-hmm. Ik weet wel inderdaad ook, sowieso qua ondernemerschap, dat het bij ons wel heel erg in de familie zit. Ja, en ik heb wel zoiets van, ja, als je dan toch iets doet, dan kun je maar beter proberen om het zo goed mogelijk te doen en het beste resultaat te behalen. Die tekst heb ik vaker gehoord. Ja. Ja. Je hebt rechten gestudeerd. Klopt. Op jouw cv heb ik gezien, op heel veel plekken jezelf georiënteerd en toen voor jezelf begonnen. Ja. Ja. Daarnaast race je auto. Super challenge, als ik het me goed... Super challenge. Ja. Er zijn maar heel weinig vrouwen die daarin zitten. Hoe voelt dat? Ja, op zich voor mij niet anders. Want ja, als je in die auto zit, dan maakt het niet uit of je man of vrouw bent. Dan moet je hetzelfde doen. En ja, je probeert allemaal zo ver mogelijk naar voren te komen. Dus wat dat betreft maakt het niet uit. Alleen je merkt natuurlijk wel qua publiciteit en media dat het iets meer opvalt en dat je automatisch wat meer aandacht krijgt. Ja. Ja, inderdaad. Want je bent zakenvrouw van het jaar geworden, of van het jaar, van de maand geworden bij een bepaalde doelgroep. Dat had natuurlijk te maken met de advocatuur. Toen hoorde ik in 1 keer van Kim is uitgeroepen, genomineerd voor de Stoere Vrouw Award door het weekblad Viva. Klopt. En als het goed is, wordt dat eind deze week volgens mij uitgereikt? Ergens? Halfwege volgende week, de 18e. Ja. Ja. Dus daar een feestelijke avond voor. Ja. Want er zijn in zijn totaliteit 400 dames genomineerd in diverse categorieën. Klopt. Ja. Hoeveel zitten er in jouw categorie voor de Stoere Vrouw Award? Dat is een hele goede vraag. Ik heb dus niet precies geteld. Ik was meer onder de indruk van degene waarmee ik genomineerd was. Er zit een hele hoop echt top... Olympische medaillewinnaressen, Paralympics ook. Dus Nereen Wüst. Ik denk een stuk of 40, 50 zal het zijn. Want het zijn inderdaad verschillende categorieën. Opkomend talent, zakenvrouw, allerlei verschillende titels. Dus ik kreeg inderdaad via de mail het bericht van... Goh, we hebben jou daarvoor genomineerd. En wil je een foto toesturen voor op de website? Dus toen ging ik automatisch in de categorieën. Zag zelf al onder zakenvrouw kijken. Ik dacht, ja, dat zal misschien het meest logisch zijn. Toen keek ik verder en zei ze, nee, dat staat onder stoer. Ik dacht, ja, oké, okay, kan ook. Het is niet zoiets wat je snel van jezelf zegt, denk ik. Maar blijkbaar is dat wel vaak de reactie die het bij mensen oproept. Dus, Nou ja, dat denk ik eigenlijk ook best wel dat dat stoer is. Dat is denk ik ook maar net wat je eigen referentiekader een beetje is. Ik ben daar heel erg mee opgegroeid. Ja. Dus ja, dan vind je het al een stuk normaler dan... Nee, ja, bij ons thuis werd inderdaad niet geturnd of gevoetbald. Dan was het... Je zegt al referentiekader, hè? Binnen de advocatuur en binnen het autoracen, heb jij een voorbeeld? Niet specifiek, nee. Nee, en het racen is voor mij ook wel echt... Ik ben er een paar jaar geleden pas dus eigenlijk op relatief latere leeftijd voor zoiets mee begonnen. En ook nooit gekart voorheen, terwijl dat wel iets is waar mijn vader zich zakelijk mee bezighoudt. Dus ik heb ook zeker geen ambities meer om een bepaalde Formule 1 coureur achterna te gaan of dat soort dingen. Dus voor mij is het echt meer... Ja, hobbymatig. Wel serieus, maar wel als hobby, ja. Ja. Hoe, want volgens mij, als je hebt best een drukke praktijk. Hoe ziet zo'n dag er dan uit? Want ik neem aan, dat racen moet je ook bijhouden. Het is een bepaalde behendigheid. Je zal het niet gauw veel leren, want autorijden doe je dagelijks. Maar
het is toch anders, want het is heel anders. Ik zie jou die auto instappen, zit geen stuurtje in. Ik denk, wat nu? Komt er wel in, hoor. Ja, later in. Ja, bijzonder. Ja, nee, het is inderdaad, wat dat betreft, het lijkt heel erg hetzelfde. En in het begin kreeg ik ook wel eens van kennis of zo de vraag van, ja, hoe kan het nou dat je daar helemaal zo met een rood hoofd en bezweet uitkomt? Want het is toch gewoon autorijden. Ja. Maar het is, bij ons op het circuit zit er niks tussen remmen en gas geven. Je doet het een of het ander. En normaal in je gewone auto probeer je dat vaak wel iets wat geleidelijker te doen. Dus ja, het is inderdaad heel anders. Het lijkt op elkaar dat het ook vier wielen en een stuur heeft, maar het is toen met hele andere snelheden. En, krijg je regelmatig een bon? Ja, voordat ik race ook al wel. Anders. Daar ligt het niet aan. Dus puur voor hard rijden? Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Wel eens, valt mee hoor. Oh, oké, okay, maar ik kan me daar wel een voorstelling bij maken. Ja. En dat dan met de advocatuur op de Nederlandse televisie. Daar zijn natuurlijk series. Ik kan mij van mijzelf. Ik was vroeger altijd een fan van Ellie McBeal. Ook iets vergelijkbaars. Hè. Ja. Wordt natuurlijk allemaal geromantiseerd daarin. Is het ook daadwerkelijk? Ben je als vrouw anders als jij jouw cliënt staat te verdedigen of jouw zaak staat te verdedigen? Of... Nee, ik denk sowieso. Er zijn de laatste tijd, de laatste paar jaar, wel wat meer series geweest die iets realistischer beeld hebben gegeven. Wat je natuurlijk vaak ook met vooral die Amerikaanse series ziet, dat het allemaal heel erg strafrecht georiënteerd is. En dat is ook heel erg wat zich allemaal in en om de rechtbank afspeelt. En bij mij, als ik 1 of 2 keer in de maand in een rechtbank ben, dan is het veel. Dus het is eigenlijk gewoon een dagelijkse, gewone dag voor mij. Het is een stuk saaier dan je in zo'n serie ziet. Het is voornamelijk gewoon heel veel achter mijn bureau, een beetje typen en het afspraken. Ja. Dus zeker niet zo spannend als dat je daar ziet. Nee. Hey, en dan dat racen, is dat iedere dag dat je daar tijd aan besteedt of... Meerdere keren per week? Nee, we hebben binnen ons seizoen 8 keer in het jaar een raceweekend. Dat begint dan wel echt vrijdag tot en met zaterdag, tot en met zondag. Dus dan hebben we echt trainingen en kwalificatie waarin je best de tijd moet gaan zetten. En dan 2 keer een wedstrijd van 1 uur. En dat is het eigenlijk. En we hebben vaak aan het begin van het seizoen wel even een dagje dat er bijvoorbeeld ook met de banden getest wordt of dat soort dingetjes. En vaak aan het einde van het seizoen nog 1 of 2 keer met sponsoren. Dat ze in een auto waar wel 2 stoelen in zitten, want dat is bij mijn raceauto niet, dat ze dan een rondje mee kunnen. Maar voor de rest is het eigenlijk meer vooral het fysieke bijhouden. Dus inderdaad gewoon qua sport dat je er wel mee bezig bent. Maar, je hebt wel een conditie nodig, hè? Ja, conditie en kracht ook wel een beetje. Want ik heb geen stuurbekrachtiging in de auto, dus dan moet je nog wel flink... draaien af en toe aan het stuur. Hey, en wat voor een merkauto rij jij in? Of is dat een hele domme vraag? Nee, dat is helemaal geen domme vraag. het ziet eruit van de buitenkant als een Ford Focus, een model van die auto. Maar het is eigenlijk helemaal het speciaal van klasse in Engeland destijds opgebouwd. Er waren nog best wel jonge jongens in reden, dus het moest allemaal heel veilig zijn. Het is helemaal een buizenframe constructie met een polyester koets eroverheen eigenlijk. Dus het lijkt op een bestaande auto, maar dat is het nooit geweest. Er zijn ook wel mensen die in mijn klasse rijden die wel auto's hebben die gewoon de straatauto's waren. Mm-hmm. En die van de binnenkant helemaal leeggehaald zijn en een rolkooi erin gegaan. Maar die van mij is echt specifiek daarvoor opgebouwd. Dus ik zou ook nooit meer met deze auto de weg op mogen. Nee. Nee. Lijkt me sowieso niet verstandig. Nee. We hebben het heel dit over het autoracen. We hebben een stukje beeld van Omroep Brabant hebben we gevonden. Dat mogen we gebruiken. Dat hebben we eventjes geleend. En ik denk dat we daar eventjes naar moeten gaan kijken. Ik ben eigenlijk ingerold via mijn vader. Die heeft inderdaad toen ik heel klein was nog een bedrijf begonnen met karts en quads. En gaandeweg in de autosport gerold. En op een gegeven moment heeft hij, een jaartje of 4 geleden, op een gegeven moment tijdens de winterstop aan mij gevraagd van ik heb aanstaand seizoen een plekje in mijn auto over. En ik denk dat jij dat wel kan, dus ga je licentie maar halen. Wat is dit voor tentencircus? Nou, iedereen heeft inderdaad wel, omdat je kunt natuurlijk slecht die auto's hier, die jongens moeten ook sleutelen en zo, dus je kunt het natuurlijk niet buiten zetten. Dus het is wat dat betreft wel gewoon een heel goed georganiseerde klasse. En we hebben inderdaad de trailer waar de auto's in vervoerd worden. En wat dan meteen ook als ons hotel kan fungeren als het leeg is. En op deze manier kunnen we gewoon optimaal aan die auto's werken en zitten we zelf een beetje prettig in het weekend. Dit is eigenlijk een hele zware competitie.
normaal gesproken stap je op die late leeftijd en zonder voorgrond in dit gebeuren niet in. Maar wij hebben geredeneerd van zolang het voor het plezier en je eigen plezier is, gewoon doen. Ja? Het is de mooiste competitie in Nederland die er is. En als je dan elke wedstrijd plezier erin hebt en je smaandags weer gewoon kunt werken, dan is het goed. Nou, voor mij is het natuurlijk allemaal begonnen met dat mijn familie daar aanwezig is. Want doordat mijn vader het team heeft, kan ik rijden. Dus dat de hele familie bij elkaar is in zo'n weekend is voor mij echt wel heel erg leuk. Af en toe ook wel extra spannend natuurlijk voor mijn ouders en vooral mijn moeder dat ik nu rijd. Maar de band die ik daardoor nu met mijn vader heb is wel heel anders dan toen ik opgroeide. Dus dat is wel een hele mooie toevoeging aan de familie nu. Is hij trots op je? Ja. Ja, en het is niet het type man die dat vroeger veel had gezegd. Of als ik met een rapport thuis kwam of zo, dat hij dan zei van nou goed gedaan. Maar nu merk ik het inderdaad wel regelmatig en ook het leuk is. Inderdaad, hij heeft natuurlijk daar zelf veel ervaring mee. We lopen ook regelmatig s'avonds een rondje om het circuit. Dat we echt even kijken van nou, hoe zou je die bocht beter aan kunnen snijden. Dus daar zijn we in die zin wel heel erg mee bezig. Ja. Oh ja, kijk, als het jongens waren, konden ze voor de eigen zorgen. Meiden willen altijd alles voor zorgen, niet? Ik vind juist die afwisseling en het contrast dat daarin zit, vind ik juist heel erg prettig. Ik heb natuurlijk een beroep bij het grootste gedeelte van de week inderdaad of in een rechtbank zit of achter een computer aan een kantoortje. Dus wat dat betreft vind ik het heel erg fijn dat ik me in het weekend mooi op dat circuit uit kan leven. Ja, het is hobby, maar wel een fanatieke hobby. Dus het is zeker niet dat ik de illusie heb dat ik ooit nog Formule 1 in ga. Daar ben ik en te laat voor begonnen en heb ik ook absoluut niet genoeg aanleg ervoor. Maar het is inderdaad wel een hobby, maar wel eentje waar ik heel serieus en ook door de week heel serieus mee bezig ben qua voorbereiding en sport. Ja. Hoe ging het? Hectisch, maar op zich richting het einde had het tempo wel goed te pakken. Dus, ja, we pakken het inderdaad jaartje voor jaartje. Wat dat betreft, het is nu natuurlijk op relatief hoog amateurniveau. En ik denk dat ik altijd wel blijf rijden. En of dat het dan in een andere vorm of op een gegeven moment misschien een leuke race samen met mijn vader of samen met mijn vriend is. Het zal er altijd wel in blijven zitten, denk ik. Ja, dat ziet er allemaal heel stoer uit. En er kwamen hier net op de bank ook al vragen los. En Manny, jij had een leuke vraag waarvan we al zeiden van joh, bewaar even tot in de uitzending. Nou ja, het viel mij zo op. Bij het een heb je heel veel rust nodig, kan ik me voorstellen. En dan ga je echt de diepte in, hè, in de advocatuur. Ik kan me voorstellen dat je daar, als je op het moment dat je gaat racen, dan moet er een soort adrenaline in je vrijkomen. Ja, is daar iets wat je zegt, is het tegenstrijdig of is het juist aanvullend op elkaar? Nou, het is denk ik juist inderdaad wel aanvullend. Hoewel je in de auto, het is natuurlijk aan de ene kant inderdaad heel veel adrenaline die door je heen gaat als je ermee bezig bent. Maar je moet juist ook wel de rust kunnen bewaren. Want als je alleen maar puur, helemaal strak van de spanning, denkt van ik moet naar voren, maakt niet uit wie er in de weg rijdt gaan. Je moet juist ook goed rustig blijven en na blijven denken. En ook als er bijvoorbeeld de weersomstandigheden veranderen of zo, om daar een beetje scherp in te blijven. Dus op zich is dat ook wel, ik denk dat als je daar van nature iets rustiger in bent, dat je daar ook wel eens voordeel van kunt hebben op het circuit. Heel stressbestendig. En net als dat je ook in de rechtbank ook wel eens ineens eenzelfde soort adrenaline, niet precies hetzelfde als in de auto, maar in de rechtbank heb je ook wel eens dat je inderdaad goed moet luisteren en ineens denkt van oké, nu moet ik nu iets zeggen om te winnen. En, dus ja, het heeft wel parallellen met elkaar. Ja, op iets wat er zich voordoet. Ja. 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 Maar sta je dan ook in verbinding met iemand die zegt van ik ligt op de zesde plaats of op de... Ik niet. Nee, de meeste teams hebben het wel. Wij hebben het eigenlijk bewust niet. Want mijn vader zegt altijd van nou ja, het enige wat ik tegen jou onderweg kan zeggen is van er komt iemand aan, dus je moet harder rijden. Hij zegt maar als ik het tegen je moet zeggen, dan klopt het al niet, want je altijd uit jezelf aan moeten doen. Dus dat is een beetje de redenatie. En we hebben wel gewoon ouderwets een pitbord wat ze naar buiten hangen. Dus als ik eventueel een bepaalde positie zou kunnen laten zien. Of als ik ook, we hebben wedstrijden van een uur. Dan kun je eventueel als je met twee rijders bent wisselen, halverwege. En ik moet sowieso dan, omdat ik hem eentje rij, binnenkomen een minuut stilstaan. En dat laat ze inderdaad ook met dat bord zien. Dus ik gewoon mijn nummer en dat ik naar binnen moet komen. Is zij verplicht? Ja. Ja, ja om het te leren. Ja. Ja. Ja, de rest komt dan binnen en die wisselt van rijder. Ja. Okay. En een ongeluk? Als je nou, of ben ik er dan niet bang voor van, ik vlieg er dadelijk uit en ik ben er wel eens afgevlogen hoor, ja. Nee, in die zin ben ik er niet bang voor dat ik, het zijn auto's die mijn vader heeft gekocht en bijhoudt. En mijn vriend is ook monteur.
Dus wat dat betreft ga ik ervan uit dat dat wel het meest veilig is qua constructie en zo, die zij, wat zij kunnen verzinnen. En je zit natuurlijk helemaal ingesnoerd en brandwerend pak. En ja, je zit echt helemaal goed vast. Zelfs je helm zit met een handsysteem vast aan je stoel als het ware, dat je nek niet te veel van links naar rechts kunt. En ja, je mag er ook niet bang voor zijn onderweg, want nee, dan je schiet het niet op. Nee. Nee. Wat is de topsnelheid waarmee je rijdt, Kim? Ligt er heel erg aan welke auto en welk circuit. En inderdaad of je het einde kunt halen. Dus dat is echt heel erg gevarieerd. En het grappige is altijd dat heel veel mensen dat altijd vragen. Terwijl als ik op het hardste ga, dan is het meestal net voordat er een bocht aankomt. En dan ben je in de bocht aan het kijken en niet op het snelheidsmeter. Dus ik zie ook pas, ik heb natuurlijk wel enigszins een idee, maar ik zie ook pas precies wat bepaalde stukken van het circuit topsnelheden zijn. Daarna aan de data die we uit kunnen lezen uit de auto. Ja. Want dan is precies, ja, de topsnelheid is ook niet zo, vind ik niet het meest spannende. Het is meer als je met een bepaalde snelheid en een zo hoog mogelijke snelheid door een bocht heen wil gaan. Ja, ja. Ja. We zagen jouw vader net in beeld en ik realiseerde me eigenlijk net van, goh, daar zit ook een vader met zijn zoon. Jij doet het ook samen met je vader. Is jouw vader trots op jou? Ja, denk ik wel. Ja, en dat kan ik ook wel zien hoor, als ik hem dan zo op die beelden terugzie. En, ja. Want heb jij broers? Nee. Oké, okay, dus hij had ook nooit een zoon daarvoor kunnen hebben. Opleiden. Nee. Het is inderdaad wel grappig. Mijn vader heeft vroeger zelf gereisd, maar dan niet met de auto, maar een motor en zijspan. Voordat ik geboren werd, want toen was het nog wel echt gevaarlijk. Dus hebben ze echt bewust gekozen, nou, als we met kinderen gaan starten, dan stoppen we daarmee. En toen heeft hij inderdaad, ik heb een jonge zusje. Dus heeft hij nou twee meiden gekregen. En toen zeiden ze van, ja, jammer, dan houdt het op. Ja. Lekker ouderwetse visie. Maar dat was niet zo. Nee, nou is het wel lang geweest. Want mijn zusje heeft er inderdaad, die komt altijd, bijna altijd bij me kijken. Dus die vindt het hartstikke leuk. Maar je zou het zelf nooit gaan doen. En bij mij heeft het ook wel lang geduurd. We waren er vroeger, mijn vader heeft klanten gehad die krachten en ook internationale wedstrijden. Dus wij waren er wel altijd bij, maar reden zelf niet. Dus voor mij is het echt pas een paar jaar geleden begonnen. Ja. Ik merk wel dat het leuk is, want een hele hoop circuits waar wij nu met de auto's komen, is hij vroeger ook wel eens geweest met de motor of zijspan. Dus dan het is natuurlijk een andere lijn, maar dan kan hij wel mooi meekijken. Ja. Ja. Het is toch fijn, die ervaring die hij heeft opgebouwd in al die jaren. Ja. En voor mijn moeder is het ook weer een beetje hetzelfde. Die stond natuurlijk voorheen bij hem langs de kant te kijken, als er maar niks gebeurt. Ja. Doet je dat met hetzelfde gevoel? Nee, wel anders, denk ik. Ja. Ja, ja. En ik merk ook wel aan, ik zit dan natuurlijk zelf in de auto, dus ik kan het zelf niet zien. Maar wel dat ze inderdaad altijd goed op en neer loopt. En ook precies staat te kijken van, oh, nu komen die auto's voorbij. Dan moet Kim erachter zitten, want anders is het niet goed. Ja. Hey, even terug naar de nominatie van FIFA, Stoere Vrouwen Award. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Je hebt gewoon, net wat jij zei, een mailtje gekregen van, ja, ze hebben gewoon pluk, oh, dit is Kim Troeje, die doet dat. Nou, ik denk dat het een beetje via wat ik nu de laatste tijd sowieso al qua media merk. Dat de een pakt het een beetje van de ander op. Mm-hmm. Dus ik denk dat het op die manier een beetje is gegaan. We hebben daar inderdaad net hetzelfde als ik voor jullie begreep. Ik krijg daar niet echt te horen van, goh, we hebben je daar gezien of die heeft je voorgedragen. Of, nee. Nee. Hey, en hoe schat jij jouw kansen in? Nou, niet zo enorm groot. Nee, als ik die andere namen zie. Ja, maar dat is een vraag die ik van beide dames naast jou ook krijg. Als ik diezelfde vraag ga stellen. Nou, dat weet ik. Ja, maar jullie waren een aantal. Aantallen waren wat kleiner als wij. Tuurlijk. Bij Kim natuurlijk. Ja. Ja. Maar gevoelsmatig, jullie beiden hadden het ook niet verwacht. Nee. Je gaat er natuurlijk, kijk, als je eenmaal genomineerd bent, dan ga je er wel naartoe. Dat je denkt, nou, het zou toch wel leuk zijn om met die prijs naar huis te gaan. Ja. Maar je gaat er niet van uit. Ik bedoel, er waren toch behoorlijke bedrijven bij waarvan ik denk, nou, daar mag ik ook wel trots zijn dat we hem dan wel gewonnen hebben. Ja, nou, maar dat moet je altijd trots op zijn, vind ik. Weet je, Kim, ga je dan naartoe, de 18e? Ja. En waar wordt dat gehouden? College Hotel in Amsterdam. Oké. Okay. Ja. Het is al wel een feestje met heel veel vrouwen, want je krijgt inderdaad ook een persoonlijke uitnodiging voor één persoon. Dus ik denk dat we voornamelijk groot gedeelte van die 400 vrouwen zullen zijn. In ieder geval goed voor je netwerk. Nou, precies. Ja, ja. Toch? Nou, altijd leuk. En ik heb inderdaad ook wel zoiets van, ja, als je daarvoor voor genomineerd bent, dan is het gewoon leuk om er naartoe te gaan. En, dus in ieder geval een leuke avond. Je zegt heel bewust iedere keer, het autoracen is echt een hobby, dat blijft een hobby. Met je dagelijks werk, advocatuur, wat wil je daar nog mee bereiken? Want je bent ook nog jong natuurlijk. Ja, relatief jong. Ja. Ja, maar goed, en dan met een eigen bedrijf? Dan... Ja, ik ben nu bijna 2 jaar bezig. Dus ik ben nu eigenlijk al heel tevreden over hoe het qua opstart is gegaan. En wil dat gewoon voortzetten. En ik vind het belangrijkste, ik heb niet bepaalde doelen van ik wil over 5 jaar
een groter kantoor of met meerdere mensen, dat soort dingen niet. Ik wil gewoon kwaliteit blijven bieden die ik nu kan bieden en leuke klanten hebben. En ja. Ja, dan ben ik al heel erg tevreden. Ja. En met autoracen, tot hoe lang kun je dat nog doen? Dat je zegt van oké, het is verantwoord. Nou, we hebben toevallig ene laatste wedstrijd, een bloemetje werd er vanuit de organisatie uitgereikt aan iemand die, meen ik, 72 is, die man. Die gingen nu maar eens mee stoppen. Er zijn ook wel, ja, er zijn heel veel ondernemers ook die rijden bij, specifiek in die klasse bij ons. Dus er zijn ook genoeg mannen die pas, nou, bijvoorbeeld nadat ze inderdaad met het bedrijf wat rustiger of hebben overgedragen, pas starten überhaupt. Dus dan ben ik in haar verhouding nog vroeg bij. Dus je kunt het echt nog wel een hele tijd, maar die merkte nu op een gegeven moment aan zichzelf het laatste paar jaar dat hij dacht, nou, ik word toch iets minder snel. En dat is natuurlijk ook, hè, als je daar een beetje fanatiek in bent, dan gaat er ook iets minder lol in zitten. Dus, nee, maar wel respect hoor, als je dat op die leeftijd nog op zeker die manier weten. Kan doen. Maar, zeker als je inderdaad ziet, als je een uur hebt gereisd, hoe je die auto uitstapt en wat het met je conditie en met je fysiek doet. Ja, dat scheelt wel per auto hoor. Er zijn ook wel, onze auto is wat dat betreft wel heel erg basic. Er zitten helemaal geen technische hulpmiddelen of iets op. Dus dan heb je het wel ietsje zwaarder dan auto's die echt auto's zijn geweest en gestript zijn. Dan heb je wel iets meer luxe. Ja. Ik ga jou net als Lars heel veel succes wensen met je nominatie. En dankjewel. Ja, hou ons op de hoogte. Doe ik. Want het zou wel heel leuk zijn als we weten, als je toch gewonnen hebt, klein kansje ook is, altijd hoop houden. Ja. Ja. Dankjewel. Ik schuif door naar de beide dames naast jou. Leuk dat jullie ook al zo lekker meepraten. Bij de andere twee hebben we net het filmpje laten zien tijdens het gesprek. Maar ik vind bij jullie eigenlijk het leukst om het filmpje te laten zien voordat we het gesprek aangaan. Want het is eigenlijk nog zo kort geleden. En ik wil ook zien of de euforie weer terugkeert. Maar volgens mij is dat wel het geval. Ik wil de regie vragen of dat ze het filmpje willen starten. Zoals ik dat voor ogen heb. Bij de deugniet zeggen we altijd, is alles mogelijk. Wat is de kracht van stand-by thuis zo echt? Passie. Klaarstaan. Stand-by is een ondernemend bedrijf. Ik denk dat onze zorg, iedereen roept, goh, wat zijn jullie innoverend bezig. Dat zijn wij ook. Maar daarnaast doen wij dit al vele jaren. En wat wij gaan doen, dat wordt eigenlijk de grote omslag. De gokkast draait. En waar het over gaat, is dat wij nog meer partner zullen worden. En samenwerkingsverbanden gaan zoeken met gemeentes, met zorgverzekeraars. Maar ook met die thuiszorgorganisaties. We zijn al vaker bij elkaar geweest dat alle ondernemers die vanavond in de finale staan, winnaars zijn. Dat vinden ze zelf, ik zeg dat niet voor mezelf, dat vinden zij ook. We onderscheiden ons namelijk in het feit dat wij samenwerken. Ook lokale bedrijven waar wij zoveel mogelijk proberen ons groenten en fruit en andere producten vandaan te halen. Kinderen krijgen na het eten bij ons krijgen ze een bekertje met een bonnetje. Kunnen ze bij het ijscafé een ijsje laten maken. We hebben één probleem, hij is ook een half jaar dicht. Maar dat hebben we keurig opgelost door het feit dat de kinderen dan zelf hun ijsje mogen maken in de keuken. Maar als jij invalide bent of als jij dementerend bent, dan kan jij niet in een kwartier gewassen worden. En toen dacht ik, nou als het anders zo alleen maar kan geregeld kan worden, dan ga ik dat anders doen. Kijk vooral naar het middelste scherm, want zometeen verschijnen hier ongeveer tegelijkertijd de twee namen van de winnaars van de BOT 2014. Categorie klein, categorie rood.
begin van een totale revolutie in de thuiszorg. Ja, en dat gaan deze dames voor jullie doen. Ja. Het is jammer dat u niet mee kon kijken, want de dames die vielen bijna van de bank hier. Maar ze zijn nog steeds dolblij. En ik wil hem ook nog eventjes helemaal... Leonie met de deugd niet heeft hem gewonnen. Personeelsleden tot 10. En Manny, jullie hebben hem gewonnen met stand-by thuiszorg. Meer dan 10 personeelsleden. Dat waren de twee categorieën. Ja, klopt. Wat voel je nu als je het weer terug ziet? Ik zie glimoogjes, ik zie een smile van oor tot oor. Nou, heel erg blij zo van, toen ik dat hoorde, dacht ik, nou, we hebben het maar mooi geflikt. Ja, ik was er heel erg blij mee. We bestaan dit jaar 15 jaar als stand-by thuiszorg. En wij hebben heel lang tegen de stroom in moeten boksen. Ik zeg altijd wel op kantoor, ik voel me soms een missionaris. Het verkondigen van het woord. En heel vaak is er gezegd, met ZZP'ers kan je geen goede kwalitatieve zorg bieden. Of zorg en commercie gaan niet samen. Er is van heel veel gezegd en gedaan. En dan zeker de afgelopen jaren hebben we de wind regelmatig behoorlijk tegen gehad. En ook nu nog komt er een totale verandering vanuit Den Haag. En ja, voor mij is iedere keer de truc om in te spelen op de veranderingen. Dan ben ik ook op mijn best. Dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. Terwijl ik dan nog niet precies weet hoe en wat, maar op een gegeven moment ga je gewoon. En dit is een erkenning voor de afgelopen 15 jaar en ik vond het echt helemaal vet. Ja, ik zie Leonie echt op zulke momenten ook knikken. Jij doet het nog geen 15 jaar natuurlijk. Nee, ik werk natuurlijk wel al heel lang bij de deugd niet. Dus mijn gezicht stond daar wel een beetje, staat daar wel een beetje onbekend. Voor mezelf doe ik het een kleine 2 jaar. Maar even terug te komen op Manny. Dat ik zo enthousiast met haar word en dan denk ik, kan het nog beamen. We hebben helaas wel gebruik moeten maken van stand-by thuiszorg. Dus ik kan alleen maar beamen dat het ook een fantastisch bedrijf is. Is natuurlijk ook geweldig, maar ja, voor mezelf, de deugd niet. Ja, nog geen 2 jaar, dus ik had qua nominatie vond ik helemaal geweldig. Dat je in de finale was al een verrassing. Dus dat ik zou winnen met mijn team, zeg maar, had ik niet... gedacht, omdat alles om me heen natuurlijk allemaal al veel langer deed. En dan zit het misschien toch in je karakter om het dan daar te laten bij de mensen die toch al heel lang bezig zijn om daar die eer neer te leggen om te winnen. Mm-hmm. Dus ik had mijn team ook wel een beetje geïndoctrineerd dat we niet zouden winnen, dat we geen kans maakten. En dan win je toch en dan, ik had wel heel erg, in het begin niet, je bent zo blij. Daarna, de afgelopen dagen, vond ik het wel een beetje moeilijk. Dat ik dacht van, ik gun het de ander. Maar in mijn categorie had ik de ander net misschien net iets meer gegund als mezelf. Maar dat ligt ook, denk ik, aan mijn karakter. Ja. Ik heb nog met andere bedrijven kunnen praten, gelukkig, de afgelopen dagen. En die hebben er mij gelukkig van overtuigd. Dat het allemaal goed is. Ik wou het zeggen, want wat ik gehoord heb, kunnen ze het jou ook allemaal van harte. Hebben zij mij persoonlijk moeten overtuigen, alle drie, dat ik wel heel trots mag zijn. Dus, moet zijn. Dus vanaf gisteren ben ik ook heel trots. Goed zo. Nou, dus niet alleen de mensen om me heen, maar ben ik zelf ook heel trots. Goed zo. Dat het nu even. Wat mij opvalt, hè, dat het, jullie beiden zijn niet alleen met het werk, met wat je doet, maar ook qua mens. Heel sociaal betrokken bij heel veel zaken. Er was ook een zinnetje op Facebook, had iemand geschreven. Als stand-by, gefeliciteerd stand-by thuiszorg en de deugd niet. Als jullie samen zouden gaan werken, zouden jullie het beste bedrijf ter wereld worden. Nou, dat is toch een supermooi compliment. Denk ik precies in wat jij zegt. We zijn natuurlijk wel, we zijn allebei wel profitorganisaties. Maar daarnaast betekenen wij nog veel meer. En dat durf ik ook duidelijk te zeggen over de deugd niet. En Manny heeft dat duidelijk gemaakt, ook op de avond zelf. Ja. En dat vond ik zelf heel erg mooi. Oh, dankjewel. Ja.
Ja, maar denk je dat dat mee heeft gespeeld in de keuze? Ik denk van in de deze winnaar? Tijden, nu, waarin we zitten, dat dat heel erg belangrijk is. Ja. Maar ik denk ook, misschien mag ik even aanvullen. Ja, natuurlijk. Graag. Dat wij allebei wel een passie ook echt hebben voor wat we doen. Het is niet alleen het geld verdienen en natuurlijk iedereen, alle salarissen moeten iedere maand gewoon betaald worden. Maar het is meer dan dat. En het is ook gekomen vanuit het stuk. Toen ik 15 jaar geleden dit begonnen ben samen met mijn collega Nicole Jorna. Toen was ook het idee van thuiszorg moet ook op een andere manier kunnen. Ja. Het zat zo vast. En dat je dat dan met je overtuiging en de passie, maar dan ook zo'n gedreven team achter je hebt van dames. Ja, dat geeft iedere dag, ondanks de stress, want dat is het wel, het is een heel stressvol vak. Geeft dat iedere keer weer een kick als dat op een goede manier lukt. Ja. En het rode draad in de twee bedrijven is natuurlijk hetzelfde. Je hebt het over die passie, je hebt het over dat geld niet je doel is, maar wel een middel om vooruit te komen. Die passie, die gedrevenheid van je team, maar dat veroorzaak je natuurlijk wel van bovenaf. Het is wel zo dat nog in elke organisatie, ik heb natuurlijk meerdere grote bedrijven gewerkt, dat het ook van jullie afkomt. Dat je zorgt dat de mensen op de kar blijven staan en die erachteraan hangen, maar net zo gedreven met jou meegaan. Ja. En dat geldt, of mijn bedrijf is een heel ander bedrijf, is dat van Manny. Maar de rode draad is wel hetzelfde. Maar dat heeft wel ook alweer te maken met wie de leiders zijn binnen dat bedrijf. Of wie dat team leidt. Denk je dat je daardoor misschien een wat hogere gunfactor hebt gehad? Nee, ik heb dat zelf niet zo ervaren. Ik heb het ook niet gehoord hoor. Dus iets wat in mijn hoofd. Je bedoelt bij het winnen van de award? Ja? Nou, ik denk zelfs, maar dat weet ik niet, dat het ook voor mij. Trouwens heb ik wel teruggehoord, ook van een jurylid. Dat hij zei, ik had wat minder met jouw vak. Ik ben een techneut en ik begrijp wat meer van de andere bedrijven. Dus ik had niet direct ook volgens mij zo van, dat moeten we aan een zorgorganisatie gaan gunnen. Maar de jury is bij ons op zoek geweest en stond versteld van de processen die daar aan de grondslag liggen van dat bedrijf. En volgens mij heb ik ook op die avond wel zeer overtuigend mijn professionaliteit kunnen laten zien. En wat ik daar heel fijn van vond, is wij werken met 750 ZZP'ers in de zorg. Die moeten het iedere dag doen. En op dit moment staat de zorg zo onder druk en zo vaak negatief in de spotlights, dat ik zo blij ben omdat het verhaal nu ook is positief te kunnen keren. En ik gun al die ZZP'ers nu ook hun passie en hun liefde voor het vak. Ja. En dat wordt de komende jaren steeds belangrijker. Ja. Dus dat was mijn grootste doel eigenlijk ook die avond. Want denk je dat het winnen van deze award, deze trofee, die doelen makkelijker bereikbaar kan maken? Ja, ik hoop dat mij dat in ieder geval gaat lukken. Niet zozeer nogmaals voor mezelf, maar dat het bedrijf voor al die ZZP'ers in de zorg, maar ook voor die mensen die graag thuis willen blijven. Het zijn terminale mensen, dementerende mensen, dus een complexe zorgvraag. Ik hoop dat dat zeker beter bereikt wordt, dat woord. Ja. 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 Leonie, voor jou komt ook weer drukke tijden eraan, hè? Want de decembermaand staat weer voor de deur. En dan ben jij natuurlijk maatschappelijk, sociaal heel druk bezig. Absoluut, we zijn heel druk bezig, nu al. Hè. Begin nu al. We zijn nu de afgelopen vrijdag, het is sowieso het Eet met je hart alweer begonnen. Dus de donaties van de gasten binnen de restaurants en boxen. Gelukkig doet bijna iedereen mee. Ja, de kersttafel gaat weer door. De kersttafel op kerstavond gaat weer door. Daar zijn we eigenlijk alweer heel druk mee bezig. Het leuke is dat nu ook mensen zich vrijwillig aanmelden. Of nog vrijwilligers nodig hebben om te komen helpen. Sowieso natuurlijk met het hele Eet met je hart gebeuren. Dat is een projectje waar ik vorig jaar zelf ben begonnen. Het leuke daaraan is dat het begon is eigenlijk, toen ik het overnam 2 jaar geleden, hield ik een plekje in de agenda vrij. Dat ik zei, op kerstavond wil ik open zijn en ik wil mensen vragen die alleen zijn. Een tafeltje van 6. En waar dat door is ontstaan, weet ik niet. Maar dat zit dan in mijn passie, dat je dat dan toch aanvoelt komen, dat de kerst voor veel mensen toch alleen is. Nou, toen kwam dus de organisatie Eet met je hart voorbij, waardoor het iets anders is gelopen, dat er 30 werden bij mij.
ja, mijn passie ligt daar wel in. En dan ligt de link natuurlijk weer naar Manny. Veel mensen die dus, veel dementerende mensen die toch nog zelfstandig worden, wonen. Die wij helpen op dat gebied. Daarnaast heb je natuurlijk nog gewoon een organisatie die heel druk doorloopt. En waar we het ook heel druk mee hebben, ja. Gewoon met de kerst, ja. En met gewoon, ja, met Sinterklaas. Want er gaan natuurlijk in Boksel heel veel leuke dingen gebeuren. De komende tijd, waar ik super blij van word. Ja. Van het Pieterpad tot aan de kermis die we gaan krijgen. Waardoor Boksel natuurlijk wel een beetje een zonnetje wordt gezegd. En we hopen dat dat allemaal meewerkt voor iedereen. Ja, ja, zeker weten. En denk je niet bij jou, Manny, stem bij thuis. Er gaat natuurlijk heel veel veranderen het komend jaar. De onbekendheid van de organisatie. Zou daar niet nog veel meer aandacht aan gegeven kunnen worden, zodat meer mensen weten wat mogelijkheden zijn? Buiten wat er misschien al geregeld kan worden? Ja, daar ligt echt ook een stuk ambitie van mij om dat beter voor het voetlicht te brengen. Ja. Wij zijn eigenlijk tot nu toe vrij organisch gegroeid, weinig geadverteerd. Dus cliënten kwamen gewoon vanzelf en zo ook de ZZP'ers. Maar wat ik heel veel hoor is dat de verwijzers niet weten dat dit ook bestaat. Het wordt gezien als moeilijk en lastig. En ja, als je gewoon zorg in natura, een gewone aanbieder, dan komt het wel goed. Maar daar past niet iedere zorgvraag bij. Nee. Dat is ook prima dat dat ernaast staat. Maar het moet naast elkaar kunnen bestaan. En daar ligt voor mij nog wel iets dat ik denk, het moet meer bij de verwijzers komen. Mantelzorgmakelaars, Contour de Twern, huisartsen, ziekenhuizen, transferpunten. Daar moet nog veel meer dit eigenlijk bekend worden. Ja. En dat, daar heb ik mijn doel voor 2015 op gericht. Ja. Nou, heel mooi. Ja. En, hebben jullie vrijdag gewerkt? Oh. Hoe ging dat? Wat minder. Het werken of alle commotie eromheen? Want wat gebeurde er toen jij op kantoor en jij bij de deugd niet aankwam? Eén bonk feest, zingen. Het was heel de tent was versierd, zingen. Het was markt, dus heel de tent zat bomvol. Dus ik was al iets later door alle telefoontjes toen had ik al gezegd, ja nee, maar was ook nog niet helemaal welkom, geloof ik. Dus ik kwam, het was gewoon een gekkenhuis. Ja, en toen moest ik inderdaad ook wel heel erg huilen en die meiden. En vanaf mijn barst het los. En ik ben ook heel trots dat er eigenlijk, voor Manny natuurlijk, ik geloof ook in absoluut in waar zij mee bezig is. En ik sta voor Boksel Centrum, voor de horeca. Ik krijg natuurlijk ook wel een boost dat er ook met zoiets een horecabedrijf kan winnen. Gewoon een horecabedrijfje of een winkel of wat dan ook. Dus ook dat, hè, zeker dat centrum natuurlijk nu in het lichtpunt staat met wat er allemaal gaande is, vind ik het wel heel leuk voor het centrum dat ook dit gebeurt en dat we ook laten zien dat dat gewoon kan. Ja. En heel het centrum staat op zijn kop en ik denk dat omdat je juist als bedrijf met het centrum komt, iedereen heel makkelijk feliciteren. Dus dat is wel heel leuk. Ja. Hoe ging het bij jou, Manny? Ja, feest. We hebben champagne met z'n allen gedronken. We hebben taart gegeten. De bloemen die stroomden binnen. De sms'jes, de Facebook. En nu nog steeds. Vandaag, gisteren weer taart. Vandaag weer bloemen. Ook van Leonie. Dankjewel, Leonie. Geweldig. Maar ik zou ook nog wel, ik weet helemaal niet of ik dat mag doen. Ik weet niet wat je wil doen. Nou, ik zou zo heel graag degene die dit organiseert hebben. Dat is De juniorenkamer van Boksel, die hebben dat een jaar of 10 geleden zijn ze hiermee begonnen. En die hebben dit opgebouwd tot een fantastisch evenement. Dat ook al ben je niet genomineerd, dan vind je dit nog leuk om daarbij te zijn. 300 mensen, heerlijk eten, heerlijke borrel. Fantastisch professioneel wordt die avond vormgegeven. Ja, ik vind echt dat zij hier ook een heel groot applaus eigenlijk voor verdienen. Bij deze toch? Ja. En dan sluit me bij aan, dat is echt super. Ja. Ja. En eigenlijk, nieuwsgierig, wat hebben jullie gewonnen? Eeuwige roem. Eeuwige roem. En een heel mooi schilderij. Ja. Oké, het schilderij is dus de award. Ja, en een fles wijn, geloof ik. Ik weet eigenlijk niet eens waar die is, die heb ik niet meer gezien. Maar volgens mij... Een kistje met wijn. Wat staat er op het schilderij? Hij was wel heel bijzonder. Ik wou net zeggen, want volgens mij zat er aan het schilderij een verhaal. Hè? Ja, maar dat kwam, dat had jij niet gezien volgens mij, Nicole. Dat schilderijen die stonden daar klaar. Naast het podium stonden twee schilderijen klaar. Ja.
En ik denk, nou, ik zag daar de deugd niet in en onder zag ik daar stem bij. Maar ik denk, dat kan niet, want wij winnen niet. Dus dat kan niet. Dus een beetje raar, maar ik denk, ja. Dus ik denk, nou, dat kan niet. Ik denk, ja. Dus, maar de een leek op een... Maar ik dit verhaal vertelde, het is dus iets van ons, wat wij gedacht hebben. Want het, is dus, het klopt dus niet. We hebben het helemaal nagevraagd, maar het klopt dus niet. Dus de schilder heeft dus wel op een bepaald gevoel gehandeld. Want onder waren twee poppetjes en daarboven was er één. En ik denk, nou, twee poppetjes. Ik denk, alleen stand-by is met z'n tweeën. Ja, maar ik denk meer dat het over de categorie ging van... Maar natuurlijk, weet ik niet, maar ja, zo... Onder de 10 werknemers en... Ja, maar het is toch wel leuk dat je intuïtief zoiets hebt van... Het zou misschien toch wel kunnen. Ja, dat je dan zo bezig bent, we winnen niet. En dan zit je, hè, daar ben je ook helemaal niet mee bezig. Dus je wilt ook relaxed doen, wat je helemaal niet bent natuurlijk. En dan zie je dus een poppetje staan met een glas wijn in zijn handen, die bovenste... En die onder met twee poppetjes, met twee wolkjes. En ik denk, ja, dat zijn wij en dat is stand-by. Ik denk, nou, dat kan niet. Dus ik denk, ga ik gewoon niet meer kijken. Ik ga de andere kant op zitten. En het leuke is dat ik Nicole sprak van stand-by. En die zegt, dat had ik ook. Dat je dat denkt. Terwijl, ja, maar dat is niet. Maar dat je daar, dus stiekem blijkt wel dat je, je gunt het iedereen. Maar dat ook al is maar 1%, dat je dan, ja, dat je toch... Zo'n gevoel hebt van, het zou misschien toch wel kunnen. Dat je droom, die helaas je ouders dan niet meer hebben mee kunnen maken, die dat tot stand hebben gebracht, dat ik de zaak heb kunnen kopen. Dat ik dan denk van, nou, misschien dat ze dan toch nog iets van bovenaf gooien of zo. Waardoor wie dat dan weet. Mogelijk is. Ja, ja, je weet niet. Maar het was wel heel bijzonder. Ik vind het wel hele mooie woorden om deze uitzending mee af te sluiten. Ik dank jullie allemaal heel hartelijk voor jullie aanwezigheid, jullie inbreng. En jullie bedankt dat we mochten komen. Ja. 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 Was leuk. Ja. Ja, heel leuk. Wij zijn er over 2 weken weer met een nieuwe Dommeland Live. Hoop dat u dan weer kijkt. Voor vanavond dank u wel voor het kijken. En voor straks, slaap lekker.